meer beheer in het mentale verkeer. En met mentaal bedoel ik niet alleen de mind. Mentaal bedoel ik vooral het hele gedachtenpatroon. Het vastzittende gedachtenpatroon. Het starf gedachtenpatroon. Wat tot uiting komt in mijn lichaam. Hè? Dus dat ik helemaal niks meer doe. Of dat ik op allemaal plekken uithang die voor mij niet handig zijn. Dus dat wordt met dat mentale bedoeld. Dus meer beheer in het mentale verkeer. Stel ik heb een vraag, ik ben vermoeid en ik ben wat langer vermoeid en ik wil daarnaar kijken. Dan zou een eerste vraag kunnen zijn, een onderzoeksvraag voor mezelf. Wat als het verdwijnt? Hè? Wat zou er dan gebeuren in mijn leven? Nou, zou er, mijn ervaring is, er zou meer balans komen. Als ik het oplos, dan is er meer balans tussen rust en activiteit. Er ontstaat een soort natuurlijke veerkracht. Je kan een elastiekje, is een rust, dan hangt het. En dan kan ik het een beetje uittrekken en dat voelt heel natuurlijk. Maar als ik het te veel uittrek en ik hou het te lang in die stand, dan gaat de rek eruit, hè, dat elastiekje. Dus als mijn vermoeidheid oplost, komt er weer een natuurlijke veerkracht in mijn functioneren. Wat zou het nog meer oplossen? Hè? Of hoe zou mijn leven eruit zien als het die vermoeidheid aangepakt zou kunnen worden? Ja, ik geloof dat je uitstraling bevordert. Dus herken je dat? Dat je in een kamer komt met mensen en dat je denkt, oh, die is een beetje druk, die oogt een beetje gelaten, die oogt een beetje verward. Dus als ik te lang vermoeid ben, dan dat denk ik te zien in mezelf. Hè? Ik ga er dan ook een beetje naar zitten. Of een beetje naar kijken, naar die vermoeidheid. Dus mijn uitstraling verandert ook als de vermoeidheid op zou lossen. Nou, dat even wat als het oplost. Hè? Stel dat het aanblijft. Hè? Dat is ook interessant om te kijken. Stel dat mijn vermoeidheid aanblijft. Wat zie ik dan? Dan zie ik dat ik mezelf langzamerhand op een lichte chronische manier uitwoon. Vroeger dacht ik altijd, ja, ik kan gewoon doorgaan, ook als ik vermoeid ben, kan ik gewoon doorgaan. Maar dat is een vergissing, want ik ben te gast, hè, hier in het lichaam. En kan ik mij als een gast gedragen? Of doe ik het als een vanzelfsprekendheid dat ik gewoon de hele dag in de hoogste versnelling rond kan rijden? Nou, dat is een vergissing, want dit lichaam is flexibel en is krachtig, maar heeft ook grenzen. En vooral die kleine chronische onderstroom van overbelasting, die kan funeste gevolgen hebben voor het organisme. Daar kan ik dus ziek van worden. Dat als die vermoeidheid blijft. Wat nog meer, ik trek aan wat ik ben, hè? Dus mijn netwerk, mijn vrienden en vriendinnen, die komen en gaan. Maar als ik veel te lang in zo'n vermoeide attitude ben, noem ik het maar, mijn netwerk past zich daar automatisch op aan. Dus sommige mensen komen dan niet meer bij me voor de gezelligheid. En sommige juist wel. En is dat dan nog een passend netwerk, hè? Die komen bij een vermoeide John. Nou, dan komt de volgende stap. Hoe los ik het op? Ik ben vermoeid. Hoe los ik het op? Nou, als ik mezelf in een traject zou stoppen, of als jij met die vraag komt, hè, ik ben vermoeid, John, hoe los ik het op? Dan is mijn aanpak dat ik dicht op je blijf. Dicht op je blijf. Dus niet één keer in de maand een uurtje bellen of een uurtje praten. Nee, dagelijks er dicht op, hè? Want dan is de neiging dat het wel meevalt of dat het wel vanzelf overgaat, is dan kleiner. Dus ik kijk met je mee. Ik zit er dicht op. Dat betekent samen delen. Samen delen. Niet uit schuld, maar uit les. Kunnen we samen kijken wat hier gaande is. Want net zoals een slager zijn eigen vlees niet keurt, zo kan ik ook mijn eigen gedrag niet helder observeren. Dus het gaat om schouwen. Kan ik mezelf
onpersoonlijk schouwen met alles wat ik de hele dag doe. Dus als mij iets opvalt van hé, dit klopt niet, of ik raak uit balans, dan pak ik even snel mijn telefoontje en dan maak ik even een klein, kort gesproken berichtje. Zonder na te denken, gewoon, ik stort het uit, je stort het uit in het gesproken berichtje. En dan stuur je het naar mij toe en dan kijken we, dan luisteren we er samen naar. Luister er zelf ook nog weer naar, hè, 's avonds, wat je overdag hebt ingesproken. Het kan heel snel, als je ergens zit in de auto of het toilet of je loopt op de gang, even een kort berichtje. Dit en dit voel ik en dit zie ik. Dus dat zijn dingen die helpen om het op te lossen. Er zijn ook nog wel wat praktische dingen, hè, zoals kan je een beetje aan je fysieke conditie werken. En dat betekent juist als je vermoeid bent, niet eindeloos lopen. Maar soms is het handig om even een klein stukje te lopen of te fietsen in een natuurlijke snelheid en in een natuurlijke tijdspanne. Dat het lichaam even geactiveerd wordt. Dus daar ben ik een voorstander van. Verder ben ik een voorstander van ademwerk en van stilte, meditatie. Dus dat kunnen we samen oefenen, of we kunnen dat online samen oefenen. Dat je even inbelt en dat we even 10 minuten samen de meditatie doornemen of het ademwerk. Verder heb ik inmiddels een stuk of 3000 onderzoeksvragen verzameld uit mijn filosofische zoektocht, die heel behulpzaam zijn voor het schouwen in mezelf, voor het helder kijken wat gaande is. Want ik hoef het niet allemaal zelf te verzinnen, want heel vroeger, filosofie is al duizenden jaren oud, en daar zijn heel veel mooie praktische dingen gezegd. Nou, ik ben die nog steeds aan het verzamelen, ik heb er nu bijna 3000, dus daar pak ik er af en toe een uit, en die stuur ik dan naar je toe. Die krijg je ter overweging, ter herinnering. En verder, wat zou ik nog meer doen als je met de vraag bij me komt? Ik ben vermoeid en ik wil er vanaf. Ja, je krijgt ook huiswerk. Want niets gaat vanzelf over. Nee. En ik werk graag alleen met mensen die gecommitteerd zijn aan een aanpak. Ik werk liever niet met mensen die het er even bij willen doen. Want ik zie dat levert geen vruchten, dat levert geen goede vrucht op. Dus je krijgt huiswerk. En ik vraag van tevoren, hoe groot is je inzet in je verlangen, hè, om in deze leerweg naar je eigen gedrag te kijken, wat verzachtend werkt voor de vermoeidheid. Nou, en dan is er nog een laatste stap, stap 5. Dat is als dat zelfonderzoek klaar is, dat er dus inzicht is in je eigen patronen die gerelateerd zijn aan de vermoeidheid. Want het is gewoon een kwestie van zien. En meestal is het organisme intelligent genoeg om dan te verschuiven in gedrag. Dat gaat bijna vanzelf. Dan kan je daar nog wat doen, John. Ja, je kan ook nog wat doen. En dat is kijken om dat gezonde gedrag toe te passen in je gezin. We hebben allemaal een gezin, in ieder geval onze ouders, hè. En misschien heb je zelf kinderen. Dus kan je zien dat ik dat in mijn eigen gezin kan toepassen, waar ik uit voortkom, en waar ik nu de vader of moeder van ben. Dat kan je zien. En die vijfde stap is ook om het te implementeren in je werksituatie. En dat je het ook inbouwt om je gewoon content te voelen. En content wil niet zeggen dat het allemaal zo leuk is, maar dat het wat zacht wordt. Dat het wat zacht wordt. Want als een te harde peer is geen vreten, toch? En een zachte peer is ook geen vreten. Dus hij moet net niet te hard en niet te zacht zijn. Dat tussenfase. Nou, dat noem ik ik voel me content. En het is echt niet dat het allemaal zo geweldig is, want het leven is dynamisch, hè? Het leven is heel temperamentvol. Maar kan ik daar in content mee bewegen? Nou, dat is ongeveer een voorbeeldje van wat ik doe. Ik hoop je snel te zien.